Ik ben Seva, mede-eigenaar en hoofdbrander van Brandzaak Koffie. Ik doe dit samen met mijn compagnon, met Haroun. Haroun is ook mijn broer. We doen dit al 10 jaar. Wat wij doen is wij leveren vers gebrande koffiebonen van specialty koffiekwaliteit. Dat doen wij 6 dagen in de week. Dus als een klant voor 3 uur bestelt, wordt het dezelfde dag gebrand, ingepakt en verzonden. En heeft de klant het volgende dag in huis. De eerste koffiebrander was van een andere fabrikant. Wij vonden de brandingen niet consistent. En toen zijn we eigenlijk bij Giessen terechtgekomen. We hebben meerdere branders van Giessen gehad. We hebben een W6 gehad, een W15 hebben we nu in huis. En de derde koffiebrander die wij nu hebben is een W60. En daar zijn we heel tevreden mee. De brandingen zijn erg consistent. Wat ons bij Giessen vooral aantrok was de persoonlijkheid. Je wordt stap voor stap word je door heel het proces word je geholpen. Het is niet dat na de levering van de machine stoppen, maar de support, de service, dat gaat allemaal verder. Dat is eigenlijk ook de reden waarom we 3 keer een brander hebben gekocht. Ja, ik vond het heel fijn. Het is heel laagdrempelig. Het wordt meteen opgepakt. Je komt niet in een wachtrij terecht. Dus dat is heel mooi dat ze je meteen te woord kunnen staan. Ook omdat je in het begin heel veel verschillende vragen hebt. Een nieuwe brander is al een hele belangrijke aankoop en ook een grote aankoop. Vooral voor een koffiebranderij, dan is het heel belangrijk dat je een goede brander uitkiest. Omdat eigenlijk de koffiebrander die bepaalt de smaak van je koffie. En dan wil je dat je in 1 keer heel goed zit. Dus dat is heel belangrijk dat ze je meteen helpen en de juiste keuzes laten maken. Ook met de bepaalde accessoires die je wel of niet bij je moet nemen. De grootste reden is eigenlijk de uitstoot, de lagere emissie. Koffie is een natuurproduct. Het milieu is daarom heel belangrijk. En met deze katalysator, naast het lagere gasverbruik, is de uitstoot ook veel minder.